En dan nu? Hallo kijkers, we hadden ooit vroeger thuis een paar keer een kat, maar nooit lang, want achter ons woonden een paar duivenliefhebbers. Aanstaande donderdag is het 4 oktober en is het Werelddierendag. Dat is de dag waarop je de poes een schoteltje poezemelk light geeft met een takje peterselie, de hamster een biologisch dynamisch worteltje of de hond een glutenvrij knabbelbot. Daar zat ik zo eens over na te denken en ik vroeg me af waarom er wel een Werelddierendag is, maar eigenlijk helemaal geen Wereldmensendag. Is ook wel moeilijk als je in een wereld leeft waarin iedereen denkt dat hij het het beste weet. Maar het is misschien toch wel de moeite waard om er eens even bij stil te staan en ergens één dag per jaar uit te zoeken waar je een wereldmens wat meer aandacht geeft en misschien wel voor het eten uitnodigt. Maar om nu te voorkomen dat we weer de zoveelste verplichte dag bij krijgen, stel ik voor dat we geheel vrij zijn in het kiezen van de datum. Dat kan vandaag nog, dat mag morgen ook, of overmorgen, of overmorgen, of overmorgen. Kies zelf maar een leuke dag uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.